Meteen na de aanslagen van 11 september 2001 lanceerde de Amerikaanse regering de War on Terrorism. Hoe serieus moeten we die metafoor volgens jou nemen? Ik denk dat je eigenlijk dat niet als een metafoor moet nemen. Dus ik denk dat je dat letterlijker moet nemen dan vaak gedaan wordt. Het is alleen maar dan een metafoor wanneer je oorlog begrijpt in zeg maar de klassieke zin van het woord. Dus de klassieke oorlog waar het oorlogsrecht op gebaseerd is en zo, en waarover een von Clausewitz schrijft. Die oorlogen die gebaseerd waren op een bepaalde staat, een soevereine staat, verklaart een andere staat de oorlog. En die andere staat die neemt als het ware de handschoen op. Het blijft binnen bepaalde perken, het is aan regels gebonden. Dat is de klassieke oorlog, zeg maar, waarvan Carl Schmitt bijvoorbeeld zei dat een van de grote ellende, een van de grote rampen van de 20e eeuw is dat dat niet meer oorlog is. Oorlog bestaat niet meer op die manier. Nou, als je oorlog op een andere manier moet gaan definiëren, dus niet meer tussen die soevereine natiestaten, maar op een diffusere manier, dan zijn er dus heel veel dingen die oorlog zijn. En dan zou je kunnen zeggen, er is voortdurend enorm veel oorlog in deze wereld, zonder dat er per se deze of die oorlog is. Je kunt niet meer, denk ik, op de manier waarop dat vroeger kon over oorlog spreken. En dus denk ik dat het legitiem is om zoiets als de War on Terrorism ook inderdaad in oorlogstermen te definiëren. Dat wil zeggen, uiteindelijk als een vorm van geweld die politiek gemotiveerd is. En zoals de beroemde uitspraak van von Clausewitz, de oorlog is de voortzetting van de politiek met andere middelen, waarbij von Clausewitz, en dat wordt vaak overgeslagen, eigenlijk zegt de oorlog is de pure voortzetting van politiek met andere middelen. Dat wil zeggen, oorlog mag volgens von Clausewitz ook niet anders zijn dan de voortzetting van politiek met andere middelen. Dus het moet politiek gemotiveerd en anders is het, dat is de klassieke definitie zou je kunnen zeggen, die niet meer echt van toepassing is, maar waarvan je wel kunt zeggen dat je als er iets zich voordoet dat lijkt op oorlog, dat je dan op zoek moet naar de politieke gronden daarachter. Dat geldt dus zowel voor die War on Terror als ook voor die aanslagen van 9 september 2001. En zou je iets meer kunnen vertellen over die politieke gronden van deze War on Terrorism? Ik denk dat je ten eerste kunt zeggen dat de Amerikaanse regering toen terecht de conclusie heeft getrokken, wij worden hier aangevallen. En we moeten niet vergeten dat de aanslag die veruit de meeste aandacht heeft gekregen was die op de Twin Towers. Maar tegelijk is ook het Pentagon aangevallen. En dat was en is het militaire hoofdkwartier van de Verenigde Staten. Dus het was in die zin, het was een handeling die gericht was op het militaire centrum van een tegenstander. Dat lijkt op het bombarderen van het hoofdkwartier van Gaddafi in Tripoli. Dat is eenzelfde soort oorlogshandeling, zou je kunnen zeggen. Dus in die zin hebben de Amerikanen dat, of de Amerikaanse regering toen, van Bush, heeft dat terecht als een soort oorlogshandeling opgevat. Dat er vervolgens bij die War on Terror, die ontketend werd, ook een heleboel dingen meegenomen werden die waarschijnlijk met dat terrorisme verder niet zoveel te maken hadden. En dat dat enorm opgeblazen is en dat er een soort verdediging van de vrije wereld tegen een wereldwijd en complex netwerk van gemaakt is. Daar zit een heleboel propaganda en ideologie bij. En dat speelt ook heel erg in op de sterke neiging die er toch al is in de Amerikaanse politiek om dat soort dingen een soort apocalyptische termen te duiden. Hè? Van als het kwaad, en dat is eigenlijk onzichtbaar en opeens manifesteert het zich in een bepaalde vorm. Dus je moet ook, er zitten ook elementen van paranoia achter die heel makkelijk te mobiliseren zijn. In hoeverre zijn die effecten die daar hebben plaatsgevonden geanceneerd en gemanipuleerd door bepaalde groepen, door regeringen? Mm-hmm. Om dat wat daar heeft plaatsgevonden toch om te buigen in hun eigen voordeel eigenlijk. Mm-hmm. Om eigen politieke doeleinden te realiseren. Mm-hmm. Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen echt anceneren in de zin van in gang zetten of anceneren in de zin van staging, hè? Creëren. En er zijn natuurlijk meteen verhalen geweest dat het allemaal georganiseerd was door de CIA, ten einde die War on Terror te kunnen ontketenen en op een aantal plekken in de wereld te kunnen huishouden. Dat soort samenzweringstheorieën zijn er altijd. Ik denk dat die weinig overtuigend zijn.
Ze zijn ook niet weerlegbaar, dus je kunt er eindeloos boeken over blijven schrijven. Dat zal ook beslist gebeuren. Maar ik denk niet, zelfs als dat theoretisch gezien waar zou kunnen zijn, dan nog is dat niet het punt. Ik denk dat het punt eerder is dat ten eerste zowel de mensen die aanslag voorbereid en uitgevoerd hebben, die konden op hun vingers natellen dat ze daar enorme media coverage mee zouden krijgen. Maar niet alleen zij. En daar begint. Dus zij hebben het op een bepaalde manier geanceneerd, zou je kunnen zeggen. Ze hebben goed nagedacht over hoe gaan we dat doen. Daar twee vliegtuigen, daar een vliegtuig op het Pentagon. En goed, het vierde vliegtuig, dat is vergeefs in een bos terechtgekomen. Maar daar hadden ze ook, daar waren ook bedoelingen mee. Dat is bewust, denk ik, ook met een oog op de media zo in elkaar gezet. Ook is natuurlijk. De aanslag zelf is spectaculair. Ik bedoel, kan zo in een Hollywoodfilm. Aan de andere kant van het verhaal is dat onmiddellijk, bijna gelijktijdig met de aanslag, zo'n aanslag meteen zelf een fenomeen wordt. Dus er bestaan in die zin geen neutrale of niet geanceneerde of niet gemanipuleerde gebeurtenissen.